vanuit de zaal een staande ovatie. ABN handelt betalingen af. Wat wij doen is op websites van hele grote bedrijven zorgen wij dat alle lokale betalingen van een bepaald land staan. Dus voor Groupon bijvoorbeeld, de grote bonnetjes verkopen, zorgen we dat de Brazilianen met Boleto Bancario kunnen betalen. Maar de Denen met Dankort, de Belgen met Mr. Cash, de Nederlanders met Ideal. En voor zo'n Amerikaans beursgenoteerd bedrijf is het niet doen om al die betaalmethoden zelf aan te sluiten. Dat doen wij. Hoe groei je zo hard? Hele goede mensen aannemen. Dat is heel belangrijk. Goed voor je klanten zorgen, zodat die verkopers voor jou worden. Je adviseert hun concurrenten ook vaak, dat die komen elkaar op congressen tegen. Als je één iemand in de industrie hebt en iedereen praat over je, dan kun je een hele industrie optekenen. We hebben een hele industrie opgetekend met dit bedrijf. Adyen is een heel internationaal bedrijf. 9 kantoren, dus 8 buitenlandse kantoren. Het is niet logisch om aan een hele Nederlandse prijs mee te doen. Deloitte Fast 50 is een hele internationale prijs, dus dat zegt iedereen wat. Ze zijn, ik weet nu al, als ik morgen op kantoor kom, dan ligt daar een, of morgen als ik zo mijn e-mail kijk, zie ik al een e-mailtje, parabens, uit het Braziliaanse kantoor. Ja, dat speelt. En dat is niet alleen voor het bedrijf zelf waar het speelt, maar ook voor onze klanten. Die zitten wereldwijd. Die zien ons zometeen dus ook in de Europese lijst staan. Ja, dat helpt. Geeft aanzien.